Frida Audicio, meester goudsmit. Ik ben creatief en ik heb dat niet van een vreemde. Het zit mij in mijn familie, die creativiteit. Er zitten dichters in mijn familie, schilders, pianisten, kunstenaars en zelfs een halfbroer in Italië die ook goudsmit is. Ik maak voornamelijk dingen in opdracht. Ik ontwerp dingen voor mensen of soms komen ze met eigen ontwerp naar mij toe. Dat kunnen bijvoorbeeld ringen zijn, colliers, armbanden, eigenlijk alles wat je maar kan bedenken. Dat is allemaal mogelijk om te maken. En vandaag heb ik een speciale opdracht, een zonnebril. Ik heb dus een persoonlijk gesprekje gehad met degene voor wie de zonnebril wordt. Hij is zelf met glazen gekomen, dus met het ontwerp of met de vorm van de glazen. Dat past het beste bij zijn gezicht. Vandaar dat ik aan de hand van de vorm van de glazen iets ga ontwerpen, dus de zonnebril ga ontwerpen. Om dat strak te houden allemaal. En toch een leuk Speels accent erin te stoppen. Plaats ik dus op deze hoogte een diamantje. Ik heb dus nu een mooi stuk goud. Ik heb uiteraard toch gekozen voor 14 karaat goud met een warme kleur. Dus een speciale legering. En als ik deze materialen krijg aangeleverd, dan zijn ze keihard. Ze zijn behandeld in de fabriek en de rangschikking van atomen is helemaal verstoord door de bewerking en het koud bewerken. Daarvoor ga ik het dus uitgloeien, dat het herstelt en dat het weer bewerkbaar is. En zacht is. Zo, ik heb hem nou afgelest in water. Nou, je ziet hij is helemaal zwart. En ja, dat gaan we dus nu afkoken op een speciale, met een speciaal zuur. Gewoon. Dus dit. Zo. Zo, en dat haalt alle oxides weg. Nou, even wachten en dan kan ik het goud gaan bewerken. Heb je er echt wel wat kracht voor nodig? Oké. Nou, dit is een trekijzer. Je ziet hier dus half bol en vlak. En daarmee ga ik dus inderdaad het montuur van de bril maken. Goed, deze moet lekker vet ingeolied zijn. Dus dit is een lekker smerig werkje. Zo. Een beetje olie aanbrengen. Goed, dus nu ga ik een tweede stap trekken. Zo. Ik heb hier twee mooie stukken goud liggen, die dus de pootjes, de veren van de bril worden. En ik heb aan de uiteindes aangegeven waar ik dus ga smeden. En dat zijn, dat is dus hier, dit deel. Dit deel ga ik mooi ovaal smeden. En dus dit deel wat ik al aangegeven had. En tot deze strepen ga ik dus de poot helemaal uitwalsen. Nou, af en toe, ik moet dus inderdaad elke keer tussendoor gloeien als ik het vervormd heb. Om de atomen en de interne spanning weer allemaal op orde te krijgen. Zo, het is nog goed zacht. Dan nog wel handelbaar. Thank you.
ik heb op dit moment al een redelijke vorm hoe het pootje gaat worden van de bril. En ik ga hem dus nu eventjes mooi recht smeden, mooi recht maken. En aan het uiteinde ga ik mooi als een ovaaltje uitsmeden. En dat is dan de bedoeling om daar dan een diamantje in te zetten. Dus dat ga ik dus nu even doen. Ik ben klaar met het stuk goud trekken voor het montuur. En ga dus opmeten hoe lang het stuk moet worden wat ik moet reserveren voor de glazen. Neem dus het glas voor en een stukje ijzerdraad. En dan ga ik dus, zullen we zeggen, grof geschat, ga ik het opmeten. Ik ben aangekomen bij het scharnierende deel. Dit gedeelte en het tussenstuk. En die ga ik dus maken van was. En laat ik gieten in geel goud en dan mooi afwerken. En dan kan ik ze gebruiken voor verdere bewerking. Hier komen de glazen in te vallen. Dus het moet wel heel secuur zijn. Beetje. Aan de hand van de voorbeeldbril kan ik dus hier laten zien dat hier het scharnier zit. En dat ga ik dus nu ook maken met dit gouden buisje. Dus een goed stevige buis waar een dik stevig scharnier uit kan gemaakt worden. En uiteraard ga ik daarvoor draad tappen en schroefdraad snijden. Ik heb dus hier deel 1. Voor het montuur. En die hou ik helemaal recht, zodat ik hier, ik heb al een beginnetje gemaakt, een gleufje kan maken. Waar het glas dus in kan liggen vanwege de houvast voor het glas. Het glas is in een bepaalde hoek geslepen. En dat ga ik nu ook in het gleufje maken. Ja, dat is nu mooi strak gepolijst. En nu ga ik dus de vorm aangeven met een paar tangetjes en de vorm van het gezicht. Nu heb ik hier een stukje goud en dit ga ik gebruiken voor het tussenstukje tussen de twee glazen. Aan één kant heb ik de neusbrug al vastgezet en nu aan deze kant ga ik hem solderen. Nou, dit is een van de twee kanariegele diamantjes. En die wil ik dus hier in het witgouden zetkastje zetten, zodat de kleur er goed eruit komt. En dit zijn dus de onderdelen die ik tot nu toe heb. En het is nu eigenlijk een kwestie van in elkaar zetten en verder afmaken en afwerken en polijsten.
Nou, ik heb de poten gepolijst, grof gepolijst. En die wil ik dus, ga ik dus nu in elkaar zetten. En de poten heb ik ook al vast grof voorgebogen. En zometeen komt dan de klant en dan buig ik hem pas helemaal op zijn maat. En nu nog even de glazen erin zetten. En dan is die bril klaar voor de pas.